ik dan ook koffie en drank. En ik had vanmiddag nog een paar. Mag jij die bolletje? Alsjeblieft. Dankjewel. En dan... Ja, moet ik doe het niet goed. Zo. Wat zegt hij joh? En wat is er met de bar? Ja. Yeah.
Ik heb nog wel wat klokken hier, maar no. Ik zou zeggen, ga er even bij zitten, want u bent ook de jongste niet meer. Zet een blauwe vragen voor. Het is een heel verschil met die Pieter, zo ja. Beetje respect voor de ouderdom, Pieter. Piet, Piet, wat dacht je ervan? Wie lijken het wel? Het lijken wel dezelfde. Zo is het maar net. Er zit hier nog even muziek in dit koor. En deze mensen. Hoe oud ze ook zijn, Sinterklaas. Oh.
Sorry voor Pieter. Bij deze jonge garde te zijn. Normaal zijn wij natuurlijk kindervrienden, maar dat is nou niet zoveel verschil. Kinderen zijn zo leuk. Harder in de microfoon. Microfoon is denk ik. Ja. Ja. Hij doet niet op te eten. Ja, ja. Hij doet het. Het is zo groot en samen. Ga je krijgen naar Nora? Dan zijn wij kindervrienden hoor. Kinderen zijn zo leuk. Hoor ik mensen zo vaak zeggen: kinderen zijn leuk. Als ze komen, als ze zijn. Ja, ze gaan. Ze gaan. Ja, ze gaan. Ik ben bang dat ze ook van ons tegen tegenwoordig. Opa en oma, pas komen. Het is jaren geleden dat wij hier waren. En Sint houdt wel een beetje van. We zijn toch van dezelfde leeftijd hier. Hoor. Ik zie hier toch voor mij een aantal bekende gezichten. Als ik zo mijn grote boek gezien heb. Ja. Mevrouwtje van Kempen. Ja, en dan mevrouwtje van Dorst. 30. Ja. Ook nog zo vitaal. En niet veel meer van de partij. En niet veel meer die vaak van de partij zijn. Allemaal mijn leeftijd zo. Ja. Ja. Wie zijn er zo volmondig jou? Mevrouw Kent en mevrouw Van Dorst. Die zitten daar, Piet. Oh, zit u daar? Zijn er oud, zwart, Sinterklaas, maar ze blijven jong voor geest? Ja, dat blijven ze zeker. Maar ja, andersom. Goed, rekening. Zaterdag voor het moeilijk. Alleen maar opgeteerd. Eén keer die kans toch? Ja. Kijk, dan hoor ik graag. Zeg Piet, ja? Heb jij nog iets in die zakjes voor die oude mensen? Ja. Voor die jonge kreugtje? Ja, pepernoten. Ja, ze zeggen... Wie is die hier 55? Ja, plus zie ik wel. Theo en André zijn twee jongsten vandaag, zijn we klaar. Plus, die zijn er al, ja, maar 55? Ja. Ah. Nou, ik denk dat daar iets aan gedaan moet worden. Iets van ledenwerven of zo. Dat zou mooi zijn voor jullie. Jonge aanwas. Niet veel jonger dan jullie. Jonge aanwas. 55 plus, dat zou het helpt de lijn. Aan blij dat het is. Maar, het is wel goed voor ons. Dat heb ik wel gezien. Kijk eens, de tafeltjes. Lekker geknutseld vanmiddag allemaal. Mooie meisjes op. Niet zo mooi als die van mij natuurlijk. Nou. Die is wel iets door. Ze hebben goed de best gedaan. Ja. Pieter? Ja, dat sowieso. Ja. Van lieve kinderen. Daar kan wel een applausje vanaf, hoor. Dat vind ik zeker. Ja, dat is van de... Van de euro's en van die... Nee. Die zitten in Amsterdam, de korpsballen. Korpsbal. Wie is hier een korpsbal? Een koersbal! Koersbal! Oh, ja, daar zitten we. Ja? Hier. 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 Weet jullie wat een koersbal is? Wat je op de grond legt en we krijgen allemaal een nummertje om met 1 tot 9. En dan gaan we een partijtje spelen met 2 mensen. Ballen gooien, ligt een klein wit bal. Is dat een bal? Dat is anders. Dat is een andere bal. Dan gooi je gewoon allemaal geloof ik over de streep. Dat weet ik ook niet. Sinterklaas, dat is voor de repetitie. Ja. Oh, je mond nou moest je, Piet. Pieter, kom ik hier kijken. Ja, wij komen. Wij komen zeker een keer kijken. En dat is hier in de weekend. Dan zijn we vrij. Maar dan kan ik ook niet. Nee. Ja, wij niet. Dan heb ik het ook heel druk die avond. Doe dan een klappen voor die mevrouw. Even ja. Woehoe! Heb je een hoogte gaan? Dan hebben we nog een spannetjesmiddag. Wat zou je hier nog? Bloemschik. Ja. Bloemschik ook? Ja, Sinterklaas. Mooi, je weer rond, ja. Paasen met kerst.
Dat is één hand. Dat is maar één hand. Ja. Ja. Ik denk dat daar ook iets aan moet gebeuren. Ja, die jongens tegenwoordig, die kindertjes tegenwoordig, dan mogen we dat niet meer. Maar, van vroeger, dat was een betere tijd. Is een beetje zwarte pieten. We gaan de vrijwilligerszak en het zonnetje zakken. Moesje Piet. Ja. Ah, ik heb die andere al weggestuurd. Het duurt al. Kom mensen, degenen die altijd vrijwilligers zijn, kom even naar voren naar Sinterklaas. Connie, eettafel, Trudy, eettafel. Wie dan meer? Eettafel. Dat doe je goed, Moesje. Dat doe je heel goed. Ik heb er een aan de haak geslagen. Plezier maar. Waarom? Wow, dat is het minste. Ik heb een hand. Ik heb een hand. Ik heb een hand. Ik heb een Pieter. Pieter, ik denk dat jullie wat een dikke knuffel mogen geven, hoor. Geef ze alles. En ze zijn toch bezig met lief. Ik denk dat er wel een liedje af kan van jullie. Ach, ja, jullie zijn een liedje zingen. Ik heb niks meer. Ja, voordat wij weer gaan, krijgen jullie nog een mooi cadeautje van mij. We hebben nog geen palm gezien. Ja, ik denk dat we dat toch maar eens even met Ina aansluiten. Ik zie hier nog iets staan. We hebben nog meer vrijwilligers. Piet. Het is geen gezicht. Moet ik het zonnetje daar aan halen, Gijs? Doe dat maar. Ga ze even het zonnetje. Gewoon wel, dankjewel. De fietsclub kan het zeggen. De fietsclub kan het zeggen. De fietsclub zegt. De zwarte Piet had geen prijsfietsen. Toen knalde zijn band. Zijn dromen.
Piet. En Zwarte Piet, natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Ja. Pepernoten, pepernoten, pepernoten. Hey, hey, hey. Oh, die pepernoten. Dat is ook aan de lijn, denk ik. Ja, maar ik heb kwartnoten, hele noten, halve. Vraag maar aan je zoon. Oh, er is wel. Een tijd van komen en gaan, en ook helaas, ja. Misschien. Meneer André, doet je iets goed zo op het trappetje? Ja, prima. Sinterklaas. Ja? Bier, ja bier, dat moet het zijn. Bier, dat Piet. Is het best. Piet, kom maar naar me aan. Hij kent twee liedjes. En bier. Ja, bier denk ik wel van Sinterklaas. Het is verschrikkelijk. Je probeert iets, je kunt iets. Maar alles kan je. Daar zit hij, achter de tafel. Hallo. Ik steeds van mijn broer. Mijn broer. Mijn broer. Zwitte baard. Ik heb zwarte. Hij heeft elfjes. Nou. Dat is het verschil. Kijk er eens naar. Bent u wel lief geweest dit jaar? Kijk niet. Heeft u leuke buren? Vindt u het spannend, mevrouw? Hartstikke. Ja, ik zag het dat u zegt. Ja, kijk, Prins. Is het Christine hoor? Dank je. Wij mogen zeggen als Christine. Moesje. Heeft iedereen iets gekregen nu van de Pieter? De camera? Ja, de meneer van de Vullen. We hebben alle mutsen iets gehad. Is dat goed? Alsjeblieft. Dank u wel. Piet, hoeveel heb je er nu nog over? Groetjes thuis. Dank je. Hey! Piet, Piet, rustig. Nee! Drie! Maar twee afmeldingen. Allemaal van mij. Ik kan niet verder dan drie tellen. Oké! Piet, help me eens. Kom eens spontaan. Sinterklaas, die hebben nog niks in de kant, dus echt een zielpiet. Slot Piet, wat is dat? Sinterklaas, help! Zak het over, zeg. Piet, nog één keer. Je krijgt de zaak. Slaan we uit. Kunnen we nog een liedje voorzien? Nou, Piet, kom maar weer hier naartoe. Het is goed zo. Het is goed. Nou Pieter, ik denk dat de tijd is dat wij weer gaan. Laten we de KBO weer rustig verder gaan. Rustig. Die zijn ook voor een rustige middag. Lieve Sint-Nicolaas, kom ook weer bij.
Ik wou even vertellen, de Zwarte Pieten hebben alle drie een cadeautje in de hand. Dat zie ik. Want we willen de mensen van de muziek... Juffrouw Dini, mag ik Trekzak Piet daarachter verscholen eventjes naar voren hebben? En de gitaar Piet. En ik geloof dat we ook een fotograaf Piet hebben. Ja, drink nog maar even. Je kunt het gebruiken. De krijgt, ja. Ja, dat is de broer van. Zullen wij dus langzaam en rustig maar gestaag onze boot aangaan. En de boot hebben we weer. Dames en heren, het was hier een leuke middag. Fijn dat jullie er waren. Ik was er ook. Die drie ook. Maar wij blazen toch helaas de aftocht nu. Dus ik wil nog graag één liedje. Ik denk dat jullie die kennen. Je vooraan kennen. Jullie mogen ook wel even blijven hoor. En heel dun wordt mijn bloed, ik ben blauw, maar ik ben van mijn leeftijd, nou vreselijk goed. Dus wat moeten we dan? Niet kniezen, niet schudden, dat was soms wordt me de slaap nachtenlang niet gegund. Maar ik merk dat je ook wel zonder kunt. Mijn geheugen wordt minder. Soms duizelt mijn hoofd. Maar dat valt niet zo op. Geen mens die het gelooft. Want ik ben voor mijn leeftijd nog hartstikke fit. Ja.
Hartstikke moe naar bed ben gegaan. Met mijn oren in de laag. En mijn tanden in een glas. Mijn ogen op tafel als ik uitgelezen was. En voordat ik dan inslaap, bedenk ik me dan. Is er nog iets wat ik nog wegleggen kan? Terwijl het met mij nou zo slecht nog niet zit. Want ik ben voor mijn leeftijd nog vreselijk fit. Dan haal ik de krant en lees naar mijn bad de overlijdensberichten in het ochtendblad. Staat mijn naam er niet bij? Dan weet ik dat ik nog leef. Het was dus de bedoeling dat ik hier nog wat bleef. Ik geloof dat er toch ook wel iets heilzaams in zit. Want ik ben voor mijn leeftijd nog redelijk fit. Heus, het mag. Dat is eigenlijk heel normaal op onze oude dag. Maar voor elk die het ouder zijn glimlachend raakt, als je weer eens aan een ander vraagt, hoe gaat het met je? Is het beter te zeggen dat het best met je gaat, dan die lui te vertellen hoe het echt met je staat. Wordt het al eens donker als de nacht. Alles wordt weer helder als je maar weer lacht. Lachen dan door wonderen, alles komt terecht. Leg je zorgen en verdriet, het leven is niet slecht. Yeah.